zijn Laura en Anneke. Wij organiseren dit Fiddle Weekend nu voor de 9e keer. Sinds 2004, toen was het de eerste keer. We zijn hier in het prachtige zonnige Niedorp in Noord-Holland. En dit is ontstaan omdat Jack en Anneke Schroevers jarenlang elk jaar naar Donegal gingen in Ierland om daar fiddleklasjes te volgen. En toen dachten ze ineens dat het wel leuk zou zijn om dat ook hier te organiseren. En sindsdien vragen we elk jaar bevriende muzikanten over uit Ierland om hier les te komen geven. Sinds 2011 zitten we hier in de Irish Cottage. Omdat het eigenlijk zo'n groot succes werd dat we bij de boerderij van Jack en Anneke niet meer terecht konden. En we hebben dit jaar 47 leerlingen verdeeld over 6 klassen. En ze komen niet alleen uit Nederland, maar ook uit Duitsland, uit Ierland, uit België. Ja, en het is een daverend succes. We hebben zelfs mensen op de reservelijst moeten zetten. Ja, omdat er gewoon te veel aanmeldingen zijn. En we hopen het nog heel lang te kunnen doen dit. Wij zijn Sophie en Michelle en we komen hier nu 5 jaar. Ja. 6 jaar. 6 jaar. Ja. We zijn hier begonnen met Iers. Ja, en daardoor zijn we elk jaar weer teruggegaan in Ierland, omdat het zo leuk is en je echt zo'n goede indruk krijgt. Een goede band met andere mensen. Ja, gezellig. Die vinden ons matties. En ja, het is heel tof hier. Ja. Gezellig rond het kampvuur 's avonds. Veel muziek maken. Heel veel nieuwe mensen leren kennen. Veel nieuwe tunes. Ja, veel muziek maken. En late avonden. Ja. My name is Jeremy Diamond, and this is my son Danny here, my little son. And we came all the way from rainy Ireland to teach fiddle tunes and drink sparkling wine here in Niedorp. And we're having a great time. It's lovely to teach people, enjoy the music, beautiful weather, great hospitality. Fantastic weekend. And you can have chocolate on your toast for breakfast. Is that okay, Daddy? Get my allowed some chocolate on my toast? Once. Just one of the days. If you behave yourself. No, it's a really lovely place. Beautiful area. Lovely weather. Wonderful frogs. The frogs are wonderful. Great dancers. So many frogs. And they're so friendly.
And no matter where you go, you're accompanied by concertina players playing plaintive songs of the sea as we relax between our fiddle tuition classes. It's wonderful. I would advise everyone who's interested in Irish music, particularly Donegal fiddle music, come along here and have a great time like us. Volgens mij vroeg jij naar je van, ja. En toen ja, kon ik eigenlijk geen nee zeggen, want het was zo gezellig allemaal. Dat is het ook echt, ja. Nou, daar doe ik het ook voor. Ik vind muziek, nou ja, net zoals jij, heel erg belangrijk. We maken heel veel muziek. Elke week maken we muziek. En ik vind het ook heel erg belangrijk dat kinderen muziek maken. Dat vind ik echt het allerbelangrijkste. Ja. Al die oude mensen vind ik gewoon gezellig. En vrouwen. Vrouwen zijn ook belangrijk. Ja. Er lopen er hele mooie hierbij, hoor. Eentje houdt de camera. Ja. En ik vind het gewoon een eer om al die violisten hier gewoon door het elke kier van het huis kop muziek vandaan. Ja. Ik dank jullie eigenlijk dat wij dat hier mogen organiseren voor jullie. Geweldig. Ja, wat ik zo leuk vind aan dit weekend. Met z'n allen viool spelen en het is zo gezellig. Als je hier een tijdje komt, ken je ook allemaal mensen. En die zie je dan, heb je heel jij niet gezien. En die zie je dan weer op dat weekend. Gewoon heel gezellig. Thank you.